Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 1 juli van Weerplaza. Het is vandaag opnieuw een zonovergoten dag, de lucht is strak blauw. Vanochtend ligt de temperatuur tussen de 17 en de 20 graden en daarbij waait een matige oostelijke wind. Windkracht 5 langs de kust, windkracht 6 op het IJsselmeer en Markermeer. Vanmiddag loopt de temperatuur uiteen van 24 graden in het noorden tot 28 of 29 in het zuiden en daarmee is het weer zomers warm. Vanavond blijft het nog lang warm en neemt de wind geleidelijk aan iets in kracht af. En vannacht daalt het kwik uiteindelijk naar 12 tot 16 graden. Morgen verandert er weinig. Opnieuw in de middag 24 tot 28 graden. Veel zonneschijn en wel iets minder wind dan vandaag. En de dagen daarna zit er ook weinig verandering aan te komen. Op dinsdag opnieuw veel zon. Temperatuur tussen de 24 en 28 graden. Alleen minder wind vanuit het noordoosten. En daardoor is het noordoosten gevoeliger voor wolken. Op woensdag schuiven wel wat meer wolken voor de zon. Maar het blijft voorlopig volop zomer. Ik ben Diana Woei van Weerblaza.